Dat was nog niet. Maakt niet uit in welke auto je rijdt, je wordt toch van de weg afgebeukt hoor. Zo is het, hier ja, is het. Maar luister, hoe check jij dan de getikte auto rijdt? Want elke keer als je een change vehicle scherm opent, start je op de eerste auto. Dat is altijd zo. Ja. Maar of ik nou op enter druk voor select of linker muis op, na één keer gaat hij gelijk uit het veld. Maar mijn auto verandert niet. Ja, maar waar zie je dat? Waar zie ik wat? Dat je auto anders is. Is dat niet in de skimmershaal anders? Nee. Nee, oké, ja, dat is ik dus niet zeker. Nee, in de skirmish rij je in de Derby Bots auto's, dus dat is gewoon ik weet ik dacht dan. Nee, geen zorgen. Als je op escape drukt, heb je drie grote tiles en de middelste tile die je aan de auto zien. Ja, dan heb ik hem nu goed, als het goed is. Nice. Oh. Oké, okay, we gaan beginnen over 5 seconden. Maak je borstjes maar nat. Ja, Paul. Godsamme, al vanaf 6:15 tegen mij te mopperen. Van wanneer kom je nou achter de uitnodiging te versturen? En... Godsamme. Ja, maar jij moet altijd eerst je vrouw uit het huis werken. Ja, en hij vraagt het een kwartier eerder om die Brabanders omdat te laat zijn. Klopt. Deze dinsdagavond. Zitten er nog op mensen te wachten, hè? Schandalig dit. Zo, al die levels. Paul ook, 58. Kust hij het? Ja. 46. Paul is gewoon het geheim geoefend. Zegt allemaal niks, hè. Ik ben wel niet echt een noob tussen al deze hoge levels. Nee. Echt no life. Ja. Hij gaf in Steam aan dat Paul een pro-gamer is nu. Een pro-racer is geworden. Ja, hoor je. Ik denk nou, dat ze een fout gaan bij Steam. Ja, kost een paar cent, hè. Pro-beuken bedoel je? Pro-beuken, ja. Iemands PC heeft het heel moeilijk volgens mij. Ja, maar dat is elke keer de laatste, want hij. Als je dan zeg maar helemaal naar achter gaat, dan. Nee, heb ik trouwens niet, dan ben ik de laatste. Ja, ik heb trouwens niet een heel snelle PC trouwens. Als jullie last hebben van mijn omgevingsgeluid, moet je even zeggen, dat is echt niet zachter. Ga je op vakantie, Mark? Wat dan? Omdat ik mijn camper bij me heb. Ja. Je hebt zeker weer zo'n Ford Sierra. Ja, kosten. Zet de schade aan? Nee, hè? Nee, maar ik heb even een irritant mannetje naast me. Nee, jij trekt mij gewoon, vriend. Oh, ah, man. Sorry. Oh. Ah. Dat hij midden dwars op de weg. Yo. Altijd, hè. Dus die is weg, hè? Shadow Lonely aan de top, hè? Ja, maar ik wil altijd even de eerste winnen, hè. Ik heb zo gedaan dat je altijd als eerste start hebt, zeker weer zo ingesteld. Ja. Hey, ik wil de eerste winnen, maar de rest kan ik toch niet winnen. In plaats van random, of een paar eurotjes, dan kan hij zo altijd het eerste beginnen. Zo, van Philly heb ik geen last meer. Oké, rustig aan. Oh, dat wordt ook echt chaos als dat ik 12, 13 man zijn. Ja. What the fuck? Die commentator zegt ook gewoon wat een slechte pace heb je. We zouden er nog meer bij komen, maar dat werd al een beetje te veel dan. Hallo, werkers. Hallo, je bent te laat, Sam. Ja, ik moest even eten maken. Alweer? Jongens, stop er toch eens mee met de gegeten, man. Ja, ik ben lekker aan het eten de hele dag. Ja, ik weet nog wat je net in de auto zei toen ik je ging ophalen. Wel? Ik ga die shadow beuken. Ja. Ik denk dat het nu ook mijn doel wordt. Maar maak jouw ouders geen eten? Of verwaarlozen die jou? Nou, hele slechte kwaliteit eten. Hey, jongen, houd toch eens op, man. Zeik het. Afgraffel eten. Ja, het is goed met jou. Dat eten wat jij naar binnen werkt, daar kan ik elke dag een spel verkopen. En niet de hele week frituur, nee? Spel. Hey. Klopt, dat spel is zeker tientje of niet? Elke week een PlayStation verkopen of. Wat is dit jongen? Ik rijd gewoon vijfde, dat kan gewoon niet dit. Gaan we even ik wat doen. Ik rijd er tweede, ondanks dat in het begin iemand dwars op de weg stond. Er zat een vervelende Noxie, die zat me even fijn te stampen. Ik kom hier, misschien moet ik andersom gaan rijden, want ik kom niet eens in de buurt van iemand.
Het enige die ik nog zie is Paul, maar... Wat ik heb gehoord is het ook niet echt al het beste. Nou, niet meer laatste te rijden. Ja, dat is wel lekker, ja. Maar het rondje is nog niet voorbij, hè. Ik was één keer iets tegen iets aangeknald en dan ben je 10 seconden mee. Ik denk dat ik daar wel een foto wil maken, want tweede, dat heb ik vorige week niet gehoord. Ja, dat is de laatste keer. Ik maak wel even een foto voor je. Cool. Vorige week de eerste geworden, maar toen had iemand gestopt voor de finish. Zo, tweede, ronde, G. Oh, eventje hoor! Ik zat tegen je kentekenplaat aan. Nou, zolang ik maar even geen DNF haal en gewoon even... tenminste over die finishlijn kan komen op tijd. En... Oh, Finley. Boven de 47 seconden. Ja, ging lekker. Geen last van de rest. Nou, kijk, gewoon makkelijk. Nou, zegt Paul, alles boven de 47 zijn homo's. Ja, ik was één keer een klein beetje gecrashed. En... Oh, dat is mijn snelste. Oh, jeet. Oh, dat is niet. Yo. Volvo 850 is wel redelijk snel voor zijn grote bak. Paul, kun je me inviten? Ja. Moment. Ik hoor nu iedereen dubbel. Echo, er zitten 9 spelers. Er zitten 9 spelers in de chat. Dat weer voor mij bij een echo. Wie heeft een echo? Ja, iedereen gaat heel hard met mij, moet even wat zacht zetten. Wat moeten we harder praten? Praten. Nog steeds een echo. Ja. Jij sowieso, jij hebt zo'n ontzettend accent, dus dat moeten we beter horen. Godsamme, ik hoop dat Koen snel komt, dan gaan we lekker Brabants lullen. Oh god, ook zo'n Eindhovenaar. Ja, hij komt ook een Eindhoven. Wie zei dat over 47 te boven is homo? Ja, dat was ik. Iedereen. Ik wou zeggen, want die man met zijn eenhoorntje en zijn roze auto, die Shadow mag ook maar. Ja, dan mag lekker in zijn kont gebeukt worden. Ja, dan wordt hij daar wel de Sam. Jazeker. Maar ik wil altijd de eerste winnen, hè, want dat lukt me de rest vanavond toch niet meer. Ja, precies. Even kijken, kun jij... Oh nee, ik kan natuurlijk Xavier niet uitnodigen omdat ik hem niet in Steam heb staan, of wel? Nee. Wacht even. Hoe ga ik dat doen? Alt-Enter. Werkt dat? Kan die daar tegen? Daar kan die ook nog tegen, ook nog. Plusje. wat is jouw profielnaam, Xavier, in Steam? Xavier B, gewoon. Xavier B. Almost for life, heb je 13. Maar heb jij 14, Nox, of niet? Nee. Is dat met zo'n Amerikaanse hoed? Ja. We zijn net in Beetlejuice. Ja. Ik heb de originele zonder hekje. Oké. Okay. Dat moet je even maar accepteren. Ja. En dan de intro nog steeds. Hey. Ja, invite players. Wie zit er nou nog niet bij? Xavier nog niet? Zou Kabolski ook nog een keer uitnodigen? Opnieuw? Ja, maar als hij nog steeds in Earth Social zit, dan is hij nog steeds AFK. Oké, nou, we gaan hem nog een keer starten nu. Terminal damage. Oh, zat jij er al in, Sam? Ja, we zitten zeker in. Ja, ik zit erin. Oké, nou, dan krijg je nu klappen. Dan gaan die lelijke Finley aan de beurt. Zijn ze verleden weekend ook zeker, of niet? Ja, met gewoon moker zwak in deze games. Kowalski heeft Grit opgesteld, zit bij mij linksonder. Dus ja, misschien, klopt. Maar die kneus, dat zeker geen Teamspeak. Heb je dat verteld dat je Teamspeak moest komen? Ja, hallo zeg, moet ik alles regelen hier? Ja, tuurlijk. Ja, dan heb ik toch in dingen gestuurd. Iemand moet het doen. Bel hem even op dan. Kowalski has joined the session. Hey, moeten die andere COD-homo's niet meedoen dan? Andere COD-homo's, ja. Jan Flipsen en... die houden er niet van. Ja, ik denk dat ze het wel leuk vinden, maar... Jan niet. Jan houdt niet van racen, maar... ja, misschien wel, als het vol is. Nou, een beetje achterin hangen is ook leuk. Dus ja, ik sta op de ene achterste plek, staat ik. Godverdomme. Klopt. Mooi op de laatste. Ik sta op de tweede. Hoger kom ik toch niet? Ik heb er nog nooit gespeeld, dus er wordt nog wat.
Davé, heb je je keyboard nog aangepast naar punt, comma, az? Of heb je nog met de pijltjes? Top, Sam, we beginnen wel. Even aanpassen, ben... met de pijltjes. Oké, dan gaat het nu met de pijltjes. Of gewoon een controller aansluiten. Of een stuurtje. Of een stuurtje. Heb je Daniel, neemt hij op, Kowalski? Even kijken. Moet ik even downloaden, ja. Nou, zet het maar op dan. Ah, heeft hij weer geluk hoor, Sam. Hij staat vooraan. Kom gewoon met deze auto. Gewoon rechtdoor. Ja. Drie mensen met deze auto staan. Wacht, hij rijdt. Wat? Wacht even. Ik dacht niet. Jongens, even tegen mij regel even dat iemand 10 speak komt en dat hij gewoon racen. Ja, tuurlijk. Zo, Sam, we hebben geen last meer. Graag gedaan, Shadow. Ja, dankjewel. Top. Godverdomme. Paul, volgens mij kom je sowieso op de laatste plek, dus je moet elkaar niet aanraken. Ik denk het ook. Kijk, opa is al van de achterste plek naar de derde. Zonder te beuken. Oh, rij ik achter Evert. Lekker hoor. User joined your channel. Ja, gelukt? Ja, volgens mij komt hij nou. Oh, heb je de servernaam ook doorgegeven, TS3? Ja, daarom moest ik eruit, want ik kon hem niet vinden. Dus ik moest ook een edit knopje hebben. En dan moet ik mijn voice activation zetten, want anders dan... Maar dan staat die default op, geloof ik. Ah, jammer Evert. Ja, geen fouten maken, opa. Ik probeer een beetje de grenzen op te zoeken van hoe hard je door een bocht heen kan. Ja, maar dit was net te hard. Heb je hem gevonden? Ja, hij heeft hem gevonden, want de band stond vol in de band. Oeh, lekker. Oh, ik ben te laat begonnen. Of niet? Nee, toch niet. Kijk of ik even dingen eraf kan beuken. Denk als je een rode lijn ziet, moet je remmen, een gele lijn gas loslaten en... Nee, dat weet ik. Oh. Maar ik ging over iets te ver over zo'n randje en toen... Voor mijn auto niet zo leuk. Rem is gemietjes, hè. En de pijltjes is rottig, hè, Xavier. Moet je even zo aanpassen. Rem is angst. Ja. Ze hebben weer 1-2 hoor. De beste race in een week. Ja, was netjes jongen. Ja, was het nek aan nek? Was netjes ja, racen. Ja, maar ook gewoon netjes en dan de ruimte hier en daar schenken, weet je wel. Dat is ontzettend op. Hoor je dat nou, Sam? Je kunt elkaar ook gewoon de ruimte geven. Doe maar eens terugkijken deze. Dan weet je eens wat racen is. Ja, alles voor boven de 45 is voor losers, hè. Je spreekt geen homo, maar hoe trek je dan al die homo's aan steeds? Xavier, bijna binnen een minuut, jongen. Rondje. Oh, hier, 45 seconden. Tenzij mijn vriendin omgebouwd is, dan zou ik het niet weten. Anders... Nou, dat heb ik nieuws voor je. Het is eigenlijk mijn moeder. Finley, wat is dat nou jongen? 51.0. Ik ben hier niet voor gemaakt, Mark. Maar die van Sierra die rijdt ook niet lekker hoor, moet ik zeggen. Die, ik vind het eigenlijk, ik heb het gewoon gevoel dat deze auto, die vliegen rijdt er aan de zijkant aan en een hele auto gemaakt op 360's. Heel erg aan de achterkant, dus het breekt heel erg snel uit. Ja. Maar ja. Ik
gewoon iedereen die beneden staat die niet AFK was, bijvoorbeeld met een Ford Sierra, dat zegt wel iets. Oh, de Swaffla, eentje boven Alfa Romeo. Ja, volgens mij is die Ford Sierra en die BMW's achterwiel aan de aanwing, daar is het voorwiel. Dus dan breekt die achterkant sneller uit. Ja, is knap, ik heb wel een ronde gereden. Ja, maar netjes, Shadow 42-4. Dat is wel snel. Hij kent de server niet. Ja, ts3.3dgn.nl. ts3.3dgn.nl. Er zitten hier weet niet hoeveel mensen in en die kunnen het allemaal, dus daar zal het toch aan zijn kunnen liggen, denk ik. Oh, dat hoorde er niet bij. Ja. De server is TS3, heeft hij, omdat ik geen spatie had tussen is TS3, heeft hij eerst erbij gezet. Oh mijn god, wat is dat voor een jos die bent? Nee, jullie komen uit België, dat is genoeg. Ja, goed. Die is zeker in de lichtstad gaan wonen om wat extra licht te krijgen of zo. Ik heb dadelijk gewoon mijn Koen een eigen kanaal. Ja, welkom Koen. Komt hij over me? Lukt het nu? Alleen Marke. Is het gelukt? Of moeten we Frans praten? Hè? Klopt. Dat is ook prima hoor. Ik zie wel je bolletje steeds branden, Koen, maar je praat niet. We horen je niet. Je kunt ons nog niet uitschelden. Microfoon aanzetten. Kijk, ben je lekker beuken? Hartstikke goed. Kan je bij deze race alleen maar met deze vier auto's of zijn er ook andere? Ja, we hebben veel meer auto's, maar we gaan eerst even dit is even de beginnerauto, hè, om een beetje in te komen. Kan echt een nee, maar ik bedoel, auto. Nee, ik bedoel, maar ik heb net ook een andere gekocht, maar die kan ik niet selecteren. Ja, nee. Dat vertelde je weer net, dat kan wel, maar... Ik dacht... Goed, nou, heb je andere. Ik zie wel een bolletje bij Koen. Weet je nou te doen, dat jongens, Sam? Maar wie denk je wel niet dat je bent? Nou, goedenavond. Ja, hallo. Gelukt? Eigenlijk, ja, die moet je altijd beuken, Finley. Eigenlijk een andere Brabander, want de volk hier, dat gaat ook niet normaal. Gelukt. Hij is er. Nou, dan zal ik je nog even een invite sturen. Hartstikke goed. Kijk, Eens even die meukwaarder zetten. Wat is dit dan? Invite players. Mijn game is gecrashed. Ja, ik kan even kijken hoor. Ik heb je nu een uitnodiging gestuurd, Balski. Dan moet je even Shift F2 doen en dan kun je accepteren. Xavier, moet ik jou opnieuw een uitnodiging sturen? Geen Madagaskar dit. Ja, je mag ook Koen zeggen, dan doe je dat. Oh. Een orgie, jongens. Hou je toch van? Dat lijkt me wel eens achter zetten. Ik hoor alleen maar auto's door elkaar. Alle eerlijkheid, ik hou niet van delen hoor. Geen orgies. Wie dan? Hoor je mij nog zacht, Hachi? Ja, ik hoor je ook nog hard. Ja. Zo, Paul die komt even aan vliegen. Hey, ja, ik hoor jou wel zacht. Klopt nou. Ja jongens, er zijn zo fucking veel opties hier in de ring. Oh, ik weet, je hebt hetzelfde waarschijnlijk wat Finny net ook had met die audio settings. Dat je geluid gedempt met... wordt. Ja, dat had ik net ook. Ja. Dan moet je even naar je Windows microfoontje gaan. In Windows. Audio options. Control. En wat was dan verder ook weer even? Communicatie toch? Ja, dat is rechts onderin in je taakbalk. Het speakertje van Windows. Dus niet het speakertje van je Realtek gebeuren of zo, maar het speakertje van Windows. Ja. En dan krijg je daar verschillende dingen te zien. En de ene onderste is geluiden. En die geluiden klik je aan. En dan krijg je een tabblad met vier tapjes. En dan moet je het tabblad communicatie hebben. En dan de onderste bolletje aanvinken. Geen actie ondernemen, ja, die moet je hebben. Vind je dat ook, ja, Sofie? Daar staat hij al op, alleen ik hoor dan mezelf de hele tijd wel. Even kijken hoor. Okay. Is je er nu in, zo? Ik ga even kijken. Nee, ik ben nog op dit loading-scherm. Kowalski zit erin, ik mis alleen Sofie nog. Ja. Ik heb die intro, kun je ook skippen? Zo beter? Nee, en ik ben hier om te racen. Ik geef de hele dag al mensen hulp met hun ICT-problemen. Voice volume adjustment. Nationaal helpdesk.
Ja, ik hoor je wel, maar die andere... Is iets voor jou, Nox? Helpdesk-functie. Oh ja, dat heb ik ook jaren gedaan, hè. Automatic voice volume leveling. Zullen we die zo afzetten? Dan was ik gewoon een keer first person. Oh nee, dan moeten we niet afzetten. Holy ja, shit. Sommige mensen die klinken heel luid. Moet het niet afzetten. Maar dit gaat op werk misschien makkelijk in de first person. Na twee potjes kun je niet verwachten dat je al goed bent, hè? Nee, maar... Heb je dat in zijn eerste potje een snellere fast lap dan ik? Was ook mijn tweede potje, maar met 4 seconden fast lap verschil nog aardig wat. Ja, dan laat je toch ergens die 4 seconden liggen. Ja, ja ik ga wel gewoon first person, maar dat beuk ook leuker. Ja, zitten we er helemaal in nu? Ja. Nee, er is geen bijgekomen. Kijk, ik mis alleen Xavier nog. Ik ben nu aan het joinen. Nou. Je had de uitnodiging gehad, toch? Ja. Net zo zacht als Koen. Als ik echt altijd laatste word, dan ga ik wel gewoon over naar beuken. Dan, ik weet trouwens ook niet wat het microfoon gewoon is. Ik heb een dekker als misschien. Hier staat 16. Ja, oké. Dan gaan we nu starten. Komt ie. Je moet gewoon schreeuwen, Koen. Ja, ik draak wel ruzie. Volgens mij klonk het nou beter, trouwens. Koen, je hebt maar één missie, hè? Dat is Hachi beuken, dan weet je dat vast. Hebben we hebben geen last. Ik dacht het Shadow beuken. Brabanders onder elkaar. Ja, precies. Ja, eerst maar eens op de baan blijven, denk. Brabant, dat hoort toch bij België? Oeh. Dat is een steek onder de gordel. Ik heb er ook niet voor gekozen, maar... Heel flauw zijn de grapjes, hoor. Die Brabanders doen altijd alsof ze vrolijk zijn. En maar ze zeggen nooit wat er aan de hand is. Het is altijd achterbaks en zijstekend. En ze zeggen dat als je de gemiddelde intelligentie boven de rivieren en onder de rivieren omhoog wil krijgen, dan moet je alles onder de rivieren aan België schenken. En een vuurtje maken. Oh. Wij zijn de warriors van Nederland, jongen. Wij zijn de vikingen, die hebben ons nodig. Ja, en daar zit nou juist het probleem. Ja, jullie nodig om corona te verspreiden, denk ik. Nou, jouw auto blijft niet meer heel, Shadow. Hier ik zie het ook al voor me, dat ze in het grote Den Haag in een of andere Eerste Kamer zeggen, weet je wat wij nu nodig hebben? Wij hebben de warriors van Brabant nodig. Zeker. Nou, de tyfus, joh, krijg het helemaal weer. Dan zijn we verloren. Nou, geniet maar van Havana. Ja, ik kan nou echt niks meer horen, dat game geluid is zo hard. Wanneer ga ik andere auto's rijden, want ik wil van deze kutbak af. Ja. Waarom beginnen Noxie en Shadow trouwens weer als eerste? De slechtste begint als eerste. Oh, wat dan? Nu ben ik zeker laatste, goddomme man. Wordt gelijk de andere kant op gemaakt. We zullen even jouw audio aanpassen. Dit is moeilijk, jongen. Het geluid in je game moet je even op 50% zetten. Je moet op tijd remmen, anders zitten 3 mannen in hun nek, heb ik al wel gemerkt. Als het goed is, heb je zo'n stippenlijn, toch? Ja. Rood, geel. Nou, je snapt het al. Als die groen is, dan heb je de goede snelheid. Ja, ik speel normaal op zo'n playseat, zo'n F1 Red Bull playseat. Formule 1. Smoesjes. Ja, ik speel altijd op de PlayStation. Ja, ik speel altijd op de Xbox. Ja, klopt. Dan gaat het dan mee. Ik heb altijd in de PlayStation. Ik heb altijd een joystick. Koen, het is die roze auto. Oh, er zijn hier gewoon nog mensen. Holy shit. Slechte bot hoor. Maar... Ik rijd nu achter Koen. Kijk, dat is beter. Mensen, als je de bulking sessie van de eerste 15 seconden overleeft, dan kan je nog prima racen. Oh, for fuck's sakes. Wordt het nou ook wel opgenomen in een YouTube? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Alles wat je zegt, jongen. Wat tegen je gebruikt. Oeh. Plant hem hier even vol in de banden. Ah, goed zo. Van Koen hebben we ook geen last meer, jongens. Oh, mijn motorkap is er afgetrapt. Cool. Oh, okay. Ik snap niks van de krijg bij derde. Ja, ik zou hem opnemen als ik jou was. Ja, dat is echt historisch. Fotjes maken dadelijk. Oh, leg je motorkap. Jammer, Sam was net mis, ja, hè? De motorkap is een beetje eraf gedaan.
Evert, jongen. Evert! Oh, ja, kutbak, jongen, die port. Ja, echt, hè. Alweer? Gaat het niet goed bij jou, Xavier? Heb je iets openstaan op de achtergrond of zo? Nee. Gaat buiten in de wind of zo. Oh, ik ging dwars. Ja, en ik beukt ook. Die narrator, die heeft echt een klote stem. Ik praat alsof hij net seks heeft gehad met Wally. Xavier, hoe kun je er nou nog in zitten terwijl je... Oh ja, nee, dan neemt de computer het over. Oh god, dan word ik zo meteen nog een keer ingehaald. Oh, wacht. Oh, ik sta gewoon achtste, ik sta mag... Die haakse bocht, jongen. Als je met die, als je een beetje iets eerder remmen dan met die port, dan rolt hij gewoon op zijn dak. Koen, je moet eerder remmen dan. Denk er nooit mee. Ik vraag aan spelen soms. Leonardo Ricci rijdt voor me. Werk je wel met de controller, Koen, van de PlayStation? Ja, ik moet daar eerst even mijn sound aanpassen, jongen. Ik kan niks horen. Dat is misschien ook wel goed, hoor. Die andere gast is niemand. Final lap, non de jus. Oh god. Wat was dat? Is wel een afwerp, dus ik heb het even snel. Hoor, rij je Paul, dan ga ik jou inhalen. Die ene bocht net na die lapje, dat is niet normaal. Dit zijn nog makkelijke banen, joh. Ja, maar die ene, de rest gaat prima, maar die ene bocht niet. Oeh, bijna op zijn kantje. Je kunt hem op twee wielen krijgen zelfs. Ja, dat is mij net al gelukt. En ik ben net nog zelf op dag. Ik heb hem aan de rij gemaakt. Lekker nog zien. En dan nog eerste worden. Race ending, er is iemand al wat zo. Er is geen baan voor een Volvo. Nee, hè? Nou, ging redelijk volgens mij. En volgens mij reden volgens mij nog een Volvo. Ja, tweede. Oké, Koen, jij gaat even je audio aanpassen. Ja. En jongen, Sophie, jongen, jij moet weer opnieuw connecten, denk ik, of niet? Ja, ik moet zeggen, invite. Je zal een rondje boven de minuut rijden, dan jeetje, kan je net zo goed stoppen nu. Sorry, toch niet. Ik wou zeggen, heb ik weer de snelste ronde, maar dat heb ik net niet, verdomme. Voor rondjes boven de 1-4 heb ik eventjes een apart Teamspeak channel gemaakt, dus slecht ik hier mee. Ik ben dan ook gewoon de enige die erin kan, want Xavier is gecrashed. Godverdomme. Zit je gezellig met je vrienden alleen in Berlin op de channel? Hoe is dat? Oh. Pap, waar is Karel dan? Ja, die kwam wat later ook. Die kwam 8 uur. Ja. En die andere twee knakkers, die kwamen ook later. Fortiera, jongen. Ja, kunnen nu een andere auto kutbak. Je gaat nu even andere auto's rijden. Kom. Ja. Komt die rat ook nog eens een keertje langs of blijft hij? Nee, want hij houdt alleen maar van serieuze racen en niet van het gouden wat wij doen. Oh, oké, klasse. Dus die komt nooit meer, denk ik. Wat een loser. Ja, hij wil eerst dat je alles gaat afstellen. Je banden, spanning en je veering helemaal. Nee, wat rustig. Daar heb ik echt het hardst om gelachen. Die had toen niet mee reed, had hij als argument. Ja, maar ik heb mijn echte rijbewijs. Ja, je weet dat de groep gemiddeld een jaar of 45 is hier, hè? Dus, hè? Nee, we hebben Paul erbij, 65 is het geworden. Oh ja, sorry hoor. Ik heb het al gehaald, jongen. Oh, ja. Jullie wouden iets sneller, hè? Dit is voor losers, hè, deze auto. Ja, zeker. Ja, ik vind dit wel super vet, hoor, die oude bakken. Ja? Er is wel iemand uit nu. Ja, ik ga... Ja, je kan misschien een klassificatie hoger doen, maar dat is prima. Maar die supersonische wagens, dat hoeft nog even niet hoor. Dus nee, nog even deze klasse aanhouden dan. Ja, is goed. Doei. Eventjes naar mijn andere vriend. Nou, ik moet er. Begint ze weer. Je weet dat je gewoon het roetje. Wil ze even zendtijd hebben anders? Kan wel. Ja. Nou, bok op. Ik ga af hier naar. Dit is klas, ik wil van die fort af. Ja? Ja, wacht even. Dat gaat ook gebeuren. We missen wel iemand, hè? Ja, ik ga die ook nog uitnodigen, moment.
Maar kan dat sneller? Invite players, Xavier, ja, uitgenodigd. Hé, hey, maar dan hou het even bij, het tweede, derde. Ja, jongen. Maar even wel dat het genoteerd is. Ja, die stopt van eigenlijk mee. Ik was een mooie cirkel van het maken, ik kon die fucking shadow weer gaan. Ja, geldt altijd dezelfde, hè. Met deze pakken in race, dat is niet te doen, man. Dat zijn gewoon boten. Zit je erbij nu, Sophie? Ja. Valt niet sturen met deze sloep, hè? Nee. Please select een nieuw vehicle, oké? Okay? Met plezier. Ah, ik kan niks selecten, moet die, kopen, of... Nou, je krijgt er altijd één. Als je hem niet koopt, dan krijg je volgens mij de eerste, of de Grid Edition, of zo. Krijg je een of andere witte Datsun, of zo. Als je, klopt, de eerste is dan een loan vehicle, dan lever je een beetje winst in. Mocht je ooit over een maand... Oh jongen, en ik race die gast dadelijk de moeder, let op hè. Eerste plek, let op! Tweede! Nou, beuken met die handel. Nu moeten we wel eerste worden. Koen, alleen maar Noxie Milian hè. Het was die alleen die voor beuken. Nee hoor, Shadow is ook gewoon prima target, geen probleem. Nee, maar gewoon, het was tot midden, gewoon niet remmen, de eerste bocht. Nee, met alle plezier beuk ik die shadow van de baan af. Die kan je ook missen met zo'n mooie kleur. Die lelijke roze pak met één hoortje, jongen. Ik had een andere auto gekocht, maar niet geselecteerd. Heel dom. Zit hij net nog uit te leggen hoe het allemaal werkt? Ja, goed hè? Ja, dat doe je goed. Kijk! Dat laat zien als je iets weet dat het je niet automatisch kan. Gewoon nog zo'n verschrikkelijk land rijden. Prachtig. Wie heeft er zo'n telraam, jongens? Chris, eerste bocht. Weer 1 en 2, hè? Tuurlijk, let's tot midden. Let's go, bro. Rem is voor mietjes. Gelijk heb je. Hey, joh, zou je rustig gaan, hè? Holy shit, mag ik even genieten van de tijd dat ik hier heb gereden? Hallo! Hoppla! Hey, kunnen jullie me heel eventjes eerst laten rijden? Dan ga ik nog even... Ik ben er achter gegaan voor jou. Godverdomme, Xavier. Hele haaf, man. De hele auto is afgelopen. Ja, blijf wachten, blijf. Hey! Godverdomme! Oh, godverdomme, man. Zit ik weer bij 90 graden hoek? No. Alle twee afleveren zelf achterhaken. Wat een vuile flikker die shadow, jongen, altijd. Hey, gast, remmen, jongen. Nee, nu kan je kijken. Meer met 100 km per uur. Schilly, jongen, echt. Dan blijf ik ook zo snel mogelijk recht doorrijden. Jongen, jij krijgt echt penaltypunten, jongen. Hé, jongen, de zwaffelaar. Kowalski, jij rampt aan de muur en je gaat dan naar... Daarna ruk je met je stuur naar links en ga je over de gebruik je de hele breedte van weg. Als je de hele breedte gebruikt... Oh joh! Wat de fuck ligt hier nou weer? Ja, Evert heeft het alweer aan de stok met de Brabant. Ja. Echt eerlijk waar. Nou, je wil niet zien wat ik net met DC had. Ik stuur netjes naar rechts en dan komt in één keer iemand met 300. Hey Kowalski, je hebt ook een rood helpje, hè? Dat rode helpje heb je niet voor niks. Waar is dat dan? Ik ben nog clean. Je vuil wat ik heb geen rode helm. Echt wel? Nee, bij mij kijk, een rood bolletje ben je. Bij mij alleen maar Nox. Een rode helm is dat je homo bent. En bij jou staan er twee. Tim, een mooi rood helmpje heb je. Jij rijdt ook in een Ferrari Shadow? Yes. Even... Heerlijk paardje. Van een scheidbocht, dus ook dat ik wel afgebeukt word. Koen, hou je in, hè? Hoe ben ik zo snel van eerste naar laatste gegaan? Oh, daarom. Vuile flikker, jongen, Paul! Sorry. Hey, wat dan? Even dat kan toch niet, jongen? Ik zit hier een partij van zweten, jongen. Hoeveel sterren rij je dan, Koen? Godverdomme, jongen! Ik kan zo komen niet. Oh mijn god! Koen gaat mij
Ja, hoor. Heb je een foutje gemaakt? Ja, ja, klopt. Ja. Paul zit hier gewoon een beetje de laatste twee te sappen. Hij blijft meteen helemaal plakken aan de muur, jongen, als je een keer tegenaan rijdt. Lekker, hè? Kijk hem dan, hij rijdt op tweede. Ja. Ah, de braaf. Paul! Ja, sorry. Man, Talia. Ik kom die bak niet door, man. Die Paul gaat gewoon stilstaan in de bocht. Fijne flikker. Oh, en ik... Ik heb Paul niet eens nodig om te crashen. Ik crash zelf ook aan. Ja, God, wrong way. De zwaggelaar. Ja, moet je maar doorrijden. Je gaat zo langzaam. Ik ben Koen aan het beschermen. Ik ben... Wat is dit? Shadow. Paarse auto. Team Brabant. Dan gaan we de constructeurs titel. Ja, Brabant 1 en 2, ja? Ga weg! Hallo, Matje! Je shall not pass! Jezus! Ja, ik mag nog even... Oh, iemand achter de kant van mijn auto! Oeh! Kan je zo snel... Godsamme. Zeg, je rijdt bij de echt... We waren in het echt 16 door je geweest. Oh, je... Koen, je verliest je motorkap. Ik heb niks extra koeling, jongen. Er is niet veel van die auto over, Koen. Wat zou maar zeg. Oh, vergeet de remmen. Shit. Hachi. Hallo. Ja, je hebt de pech dat ik weet wie je vader is, dus jij gaat er ook niet langskomen. Ho, wat zei je gehad? Jongen. Hé, hey, het is vast. Ja, doei. Doei. Chris, ik voel me alleen. Ja, weet ik. Dat is een kutbak, man. Nou word ik zevende gezet. Ik zat vast. Ik kon niet meer bewegen. Dan word ik helemaal achteraan gezet. Bijna achteraan. Rij je nou gewoon eerste, Nox? Wat is dat nou weer dan? Geen zorgen. Dat is de standaard. Niet voor lang meer. Ja, ik had hem kunnen pakken. Waren niet dat er een aantal mensen zijn die je niet voorbij laten gaan als je gewoon keurig netjes harder rijdt. Maar ja. Shadow, Ja? Druk je hem eraf? Nee, tuurlijk niet. Zo ben ik niet. Zo ben ik niet. Nou, rijden van tweede naar zesde. Amateur. Kan je ook in opnieuw zetten? Oh, wordt er nou iemand op zijn ronde gezet? Nee. Wat is dat nou voor een homo, joh? Dat is wel pijnlijk. Ik wil... Oh, jongens. Ik wou iets te snel door de bocht. Te groot risico. Oh, yeah. Ah, Koen, jongen! Ja, sorry. Oh, nee, sorry. Zo. Als het flesje is, nooit sorry zeggen. Ja, dat was gewoon kut. Ja, als je derde bent of later, nou, dat maakt niet uit, hè. Ik vind het wel mooi, ik heb nog geen enkele keer een helmpje gekregen. Zo, waar vijf mensen de meer, jongen, die dan? Nee! Ik heb een helmpje bij Paul. Oh. Oh, ik ben... Oh mijn god, wat worden daar? Race ending. Oh mijn god, zeg. Wat deed je daar nou? Mark, jij gaat er met de kers aan de taart vandoor, zo denk ik, hoor. Lekker. No way, hè. Oh mijn god, ik kreeg gewoon tweedes. Oei, Chris, waar ben je? Ja, joh, als ik een foutje had gemaakt, had ik tweede kunnen worden. Shit. Ja. Nee! Twee naar laatste bocht, en haalde jij hem dadelijk echt links vol. Je moet nog een hele lap. Ja, weet je wat nou jammer is? Dat we nog een ronde op het DC moeten wachten. Nee, maar de race eindigt over 15 seconden. Zo. Achtste. Oh, jammer. Dat zijn geen bosauto's. Ja, snelste rondetijd, jongens. 1:31.7. 1:31? Dat weet je niet, ik moet nog finishen. Ik heb 1:40, man. Nou, als ik een weddenschapje maker wil, dan 100 euro dat je niet verbetert, goed? 1,58, jezus. Hey. Ik wil nog even expres doorstaan, maar dan gaan mensen worden mensen niet onzichtbaar, hoor. Dan gaan ze dos door je heen, dat staat nergens. Oh.
1,58. Je moet even al zo dat je vragen hebt, dan werkt dat wel. Oké, Noxie, nu ga ik ze echt complete focus, hè. 1,58 gaat niet meer gebeuren. Nou, als de rondetijd komt hier aan. Heb je daar veel de energie voor? Of, Ja, energie. Eerst ik vraag het maar even. Hoe bevalt deze auto? Is dat goed of moet het nog sneller? Beter. Nee, deze is beter. Ja. Die Lancia Stratus. Kan dat nog een keer of een andere auto? Nee hoor. Hou ik deze nog weg, ja? Ja, prima. Ja. Nou, we kunnen even een tour maken door Japan. Die klim, die heuvel. Prima. Ik heb een zwart scherm hier, jullie? Ja, ik ook. Ja. Chrissy. Met een beetje rook van onderen. Ja, af en toe, hè? Zat je per se in de fik. Oh, hier is hij. Weer Xavier eruit. Wat heb je gedaan? Hoe kan dat nou weer dan? Ik deed helemaal niks. Er zijn ook maar twee mee, was goed voor mij. Waarom klapt hij er steeds uit dan? We leiden aan elkaar en ook de ISDN-verbindingen van 32 fps. Ja, je moet je iPhone eventjes de hotspot uitzetten, ja? Heb je dat met andere spellen ook, Sophie? Of alleen met dit spel? Alleen met dit spel. Weet al dat je slecht bent, dus geven ze je de kans niet eens meer. Nou, komt u weer uitnodiging. En niet toevallig iets met je netwerk aanpassingen gedaan of weet ik het wat? Nee, ik weet niet. Ik zat gewoon. Ik heb weer het zwarte scherm, dus ik zit er gewoon vast in volgens mij. Ja. Anders herstart hem even of zo. Zo die vast daar. Hier kan respawn. Even kijken, edit change, edit event. Ja, edit rounds. Hebben ze deze auto speciaal gemaakt zodat ze hem niet sturen ofzo? Of wat is dat? Amerikaans, hè? Jezus. Nou, dit zijn echte lompenbakken, ja. Oké, ja, maar sprint. Ja. Oké. Je uitnodiging had je geaccepteerd, Xavier? Ja. Oké. Zit je er weer in? Nee, nog niet. Moet je laptop hebben? Kun je mij een stuk plakband geven dan? Even. Nou. Iedereen zover? Mm. Ja hoor. Ja. Nee, 9 van 16. Huh? Wie missen we nou nog dan? Xavier zit er nog niet. Oh, daar zit toch joh. Ik zet hem op. Weer zwart scherm. Hey, weer zwart scherm. Ja, reboot even de PC dan. Voor zo'n hele dure voornaam heb je wel een hele cheap ass PC, zeg. Jezus. Waarschijnlijk een BBT'tje. Ja, maar het is wel gek dat je het bij geen enkel ander spel hebt. Ja, alle eerlijkheid, spelen ze ook wel wat eenkennig, hè? Ja, precies. Volgens mij zijn we langer aan het wachten voor de race dan dat we werkelijk aan het racen zijn. Gaan we racen dan? Of wachten we nog even op Xavier? Ja, hij is nu aan het rebooten. Dat zal er zo weer zijn, toch? We gaan even een rondje doen. Ja? Ja. Ja. Okay. Zo, zit hier met mijn auto om elkaar te beuken. Hele kanarie. Lukt het? Jezus. Laat het allemaal heel of niet? Ja, dat is bij Paul volgens mij. Wat? Nee, je bent je stuurtje aan het slopen. Die ga je. Nee, je gaat bij mij. Nou, ik zeg de laatste. Ik wil, het er morgen over hebben, Nick. Ik kom zo meteen bij je. Ik zat ook al wel. Oh, deze vind ik fucking unfair. Deze is zo. Oh, dat is die downhill toch niet? Nee, dit is de uphill. Speciaal voor jou de uphill.
Ja, die vind ik beter, die downhill, dan verlies ik de, een beetje een tractie heb. Ik heb liever een Venus Hill. Ja, daar kom je ook niet op. Had je audio nog aangepast, Koen? Ja. Godverdomme. Paul, rijd door. Ja, kan de kant, joh. Ja, ik zit in een sandwich hier, gewoon. Kom maar. Lekker dan, ja. Wat een mokerzooi is dit, joh. Oh, eerlijk waar, man. Lijkt wel de kermis, man. Gewoon iedereen aan het kijken. Dankjewel, Koen. Dankjewel, Koen. Jongen. Iemand recht gezet heeft. En hoe sta ik nu weer laatst, jongen? Ja, iemand beukt tegen mij aan en dan sta ik weer laatst. Ja, Ho. Dat is irritant dat je tegen elkaar komt dat je dan blijft plakken. Ja, lekker hè? Nee. Flesje, jongen, echt eerlijk waar. Gewoon een beetje doorrijden, ouwe. Ja, ik heb een beetje een zwammer Ferrari. Nee, ik ga eens naar bed toe, jongen. Het is hetzelfde. En niet zo goed sturen. Kom op nou. Daarom rij je ook eerst, hè? Die speuk. Ja, omdat ik gewoon goed ben. Maar ik bedoel, ik heb wel een vervelende auto. Kom op, zeg, man. Jij bent gewoon clean bij die starter uitgekomen. Oh, start ik zweer het je. Nee, ik Paul, jongen. Domme, het is geen pingpong. Oh, maar we zien Sam al. Die Paul hier nog wel met een tractor rijden. Gewoon puur in de weg zijn. Niet om eerst te doen. Je kunt er ook gewoon langs gaan. Ik zie een motor. Hoe kan ik dat langs kunnen houden? Even mijn arm blijven kleven. Pas af, hè. Er haalde met mij net een motorkap in. Wat zei je? Hoe kun je mijn naam aanpassen? Nee, pak je naam van Steam. Ja, godsamme, parkeren voor mijn neus. Ah, oké, schade is beperkt. Zo, hand in hand, op... Koen, kameraden. Dan ga ik even op jacht naar Sam, hè. Ja. Oh ja, moet je die rotwand in rijden. Ja, godverdomme. Die Daniel, die zie je daar, die tegen die wand aan klappen, heerlijk. Zo lig je tweede, zo lig je zevende, hoppa. Je hebt gewoon nog nul fouten gemaakt. Ik heb er nog nooit zo'n prestatie geleverd. Tegen diegene die tegen die wand aan zou rijden, maar die werd opeens onzichtbaar. Ik ben er niet echt zo liefhebber van achterwiel aangedreven auto's, dat vind ik lastig rijden. Waar zit jij in die Porsche, Evert? Nee, ik heb een Ferrari, die is toch achterwiel of niet? Oh. Ik rijd een Porsche. Maar is die fijn, die Porsche, of niet? Moet ik er wel aan wennen. Ben je dronken? Weg! Ja, ik zwabberde van de ene kant aan de andere kant, ja, sorry. Komt er nog een keer iemand aan, of? Ah, leuk, grappig jij. Zo saai. Wat zomer. Oei. Oh, dat was een nice streak. Nee! Dat was echt een fucking nice streak. Precies als het 40% klimmen is, die auto die... Het moet gewoon weer helemaal op snelheid komen. Het lijkt wel alsof ik een of andere Sovjet-tractor rijd, jongen. Ja! Koen! Wat maak jij dan nou toch van? Ik hoor dat Koen dadelijk wat sneller wil. Dat is niet hard genoeg. We zullen zo even wat met 1000 pk pakken, Koen. Dan zeg je, kan het ook wat langzaam, want het gaat te hard. Ja, moet je wel snel zijn als je Sam nog wil pakken, Evert? Nou, ik probeer Shadows niet te pakken. Hè. Ik was het tweede, maar ik maakte een foutje. Toen lag ik zevende. Ligt nu weer vierde en ik heb Shadow voor me. Ja, die beuk je wel aan de kant, dat is standaard. Hey, je moet wel ruimte overlaten, jongen, gek. Paul die denkt dat hij een singleplayer aan het doen is. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar we zijn geen bots, jongen. Hey, jongen. Hoe vind je de baan, Finley? Nee, ik vind de baan best prima, alleen Paul zat een beetje in de weg. Ik heb twee keer een 360 gemaakt dat Paul aan de kant deed. Rustig, zullen we allemaal bij. Ik had je bijna, Makkelijke naam, hoor, nu. Jongen.
Even voor de record, ik begon als laatste. Ja, netjes. Ja, zeggen we allemaal. Ja. Ja, maakt eigenlijk niet uit waar je begint. Als je door die eerste botsing heen komt, dan dat telt wel. Ja, inderdaad. Je moet wel door die botsing heen zien te komen. Ja, gelukkig had ik... Gelukkig had ik Koen die gewoon stil geparkeerd stond en een kopje koffie aan het drinken was. Waar ik vol tegenaan knalde. Godskleren zeg. Precies op die steile heuvel. Ik heb de 1 gewonnen, nu kan ik weer stoppen. Xavier, kunnen we je uitnodigen? Ja. Alles gecheckt nu? Ja. System up and running? Laatste videodrivers geïnstalleerd? Ja, zeker weten. Heel apart. Ik heb nog eigenlijk nog niemand gehoord die waar dit spel eruit klapt, zeg maar. Nou, ik hoor dat we nog iets zwaardere auto moeten hebben dan dit, want dit is nog voor faggots. Gaat nog niet hard genoeg. Nou, Sam, lijst maar in. Het is de laatste keer dat je eerste wordt. Ja, dat heb ik ook gedaan. Hoor je die printer niet dan? Die kleur. Oké, edit event. Ja. Okay. Als je trouwens niet in de livestream wil zitten of op YouTube wil eindigen, dan moet je eventjes een mailtje sturen naar info@rugridder.nl. Ja, dan kunnen we je blurren. Maar alleen van de achterkant. That's what she said. Dat zeker. Oké, okay, daar gaan we. Ja, nee. Welke auto selecteert iedereen? Ja, er is er maar één. Ik kan alleen maar loan doen. Ja. Yeah. We do not own it. 10%. Ja, is goed, jongen. Jankbak. Gaat zeker toch niks. Ja, gaan we weer huilen? Zit weer niet goed? Ja, hoor. Als je echt een bikkel bent, kun je gewoon met elke auto rijden. Dan maakt niet uit welke auto je... Zo is het, jongen. Zo is het. Alleen maar janken de hele tijd, hè? Ja. Ik kan alleen maar beuken met alle auto's. Er zit ook een rempedaal in, hè? Die kan je ook gebruiken. Oh. Ja, is die daarvoor? Ja. Hoor je dat, Finley? Je kunt ook remmen met die auto. En dat wist ik niet, weet je wel. Fijne informatie. Fijne was ik achter, ja. Godse kleren dus. Is er nog een beste starttechniek? Hey, of Sophie, moet je gewoon vol een bak gassen? Nee, ik heb er wow, niet bij als je... Nee, schat. Ik heb beneden... Ja, die heb ik wel en roze auto's. Op het kratje achter mama's PC beneden. Ik ben nooit zo slecht in een spel geweest, eerst keer ik het speelde. Op de muismat. Blijven oefenen. Ja, dat... Zie je zo weer een uitnodiging? Oh, jezus, heb je ons in de ruimte gedaan? Sorry hoor. Ja, nee, is goed. Ik doe wel even die tutorial. Misschien rijdt het niet tegen mensen op. Ook ziet het er best wel vet uit, gewoon. Ja, het is ook mooi gemaakt. Ho! Ik heb dat net nog niet ho, 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 lekker bal. Goed, jongen. Echt een heel lekker. Lekker. Kap, ja, heerlijk. Lekker zandbakken. Ah. Ja, Paul heeft een vriend. Oh, hey! Oh, kut, jongen! Altijd, Paul! Altijd! Ja, niet huilen, man! Ik denk dat ik eerst naar de staat. Paul staat er fucking naast! Holy shit, ik kan dit spel niet normaal spelen zonder die map. Jeetje, man, hij drukt mij in de grindbak, hè. Ja, en mijn zeur, hè. Ja, en Paul maar de schuld geven, hè, zo makkelijk. Ik kom mee de grindbak in, maar hij wil mij gewoon van die fucking baan af hebben. Het mooiste dat ik helemaal de rust zelf is gewoon... Ik hoor het wel, dat worden beste vrienden later. Ja. De kant is wel echt, als je langs elkaar rijdt en die auto's contact hebben, dat ze dan zo'n beetje blijven plakken. Ik rijd ja, gewoon plakken, prima, hij staat gewoon als het eerste en dan één keer pop. Doe ik me die typesbaan af en ik sta weer laatst. God. Jammer hè. Ja, ik heb ook heel wat aanvaren met die jonge rat. God. En, is dit zeg maar zo'n weet het, even om in de groep te komen. Nee, stichting doe een mens. Ontgroening ja. Bedoel jij. Hey Mark, je moet niet iedereen maar uitnodigen. Hoor. Nee, sorry. Maar die jongens kunnen helemaal niet rijden, man.
Nee, echt niet. Want dan rijdt er gewoon langs heen, Paul. Ja, ja, dus, ja. Met de Jos die bent aan het rijden bent. Ja, daar hoor ik nu wel bij, hè. Aan de kant, joh. Ja. Ik vind het allemaal een beetje spannend, deze auto. Het lijkt er al wel meer op inderdaad. Lekker, Koen. Goeie actie. Koen, maar net Jos Verstappen dan. Gelijk in de grindbak gedouwd. Ja. Hij gaat zelf op het gras rijden. Ik reed daar al. Ik mijn wielen naar de kloten. Trouwens, wel een fijn autootje dit. Nou, hij is wel lekker snel. Het is een grote sleppartij, daar is het. Ja. Maar hoe staat Nox hier achter me? Geen idee. Het foutje gemaakt of gebeukt door Paul. Oh, je moet dan respawn zijn, maar niemand, ik heb niemand gezien de afgelopen 3 minuten. Het zal wel. Ja, het zal wel. Okay. Sorry. Oké, ga ik hier zo wijd in die bocht? Ja, slip man. Ik kan er niet, ik stuur helemaal naar rechts, ik kom niet los. Ja, blijf plakken. Maar dat doet even het hoor, die stuurt gewoon naar je toe. Oh. Kutpaal hier. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Hoe komen jullie zo hard in die bocht gewoon? Ik lekker hard van achter, heerlijk. Oh. De rachende mannen. Echt wel. Oh. Op in je hoofd. Ah, kut. Van de bak. Kutbak. Lekker hoor, die twee in de gridbak. Heerlijk. Nou. Oh god, ik heb shit over achterboord. Dat gaat echt fout aflopen. Hey, voel je dat kontje? Dat weet ik nu alweer. Spannend hè? Nou, jij beukt hem gewoon in de zijkant. Tuurlijk. Klonk je de bocht door. Hij zweet in de bilnaad nu, Shadow. Ja, ik doe het laatste, wacht even tot de laatste bocht. Dat maakt niet uit, ik heb vanavond, ik heb een pamper aangetrokken. Ja, hij gaat op de grindbak en hij rijdt nog steeds eerst. Met sneeuwkettingen erom, jongen. Ik had geen grindbak. Dat was wel buiten de baan, maar gewoon wel op het asfalt. Stelbaar. Volgens mij rijd ik nog te voorzichtig of zo. Blijven die auto's zo lekker plakken of zo? Jij en voorzichtig. Dat zijn twee woorden die je niet in één zin moet gebruiken. Nou. Oh. Kijk of er zand rijdt. Nou, ik weet niet hoe jij blijft plakken hoor. Ja, aan iemand anders. Heb je nog niet langs Paul gereden? Ja, ja, die, heb ook al, die heb ik ook al meegemaakt. Ja, dan blijf je niet plakken, kan ik je vertellen. Nee, ook niet van. Je kan even prima hebben, Chris. Nee, die ging daar rechtdoor, joh. Ja, hij slipt veel meer als dat jij doet. Dus je moet hem langzamerhand steeds gewoon bijhalen, hè? Was jij dat, Sam? Ja, maar die oma die laat je nooit langs, hè? Smeerzak. Ik zag in één keer iemand echt met 300 voorbij flitsen. Maar wat zijn jullie laptijden, een beetje? 1.24. Oh, dan is het, ik heb mijn best is 1.31, of niet? Bijna 1.58 vind ik. Volgens mij was dat mijn eerste lap, met 1.58 of zo. Nee, het is allerbest lap. Ja, nee, weet ik, maar dat was mijn eerste lap, was 1.58. Maar dat was toen ik een 360 maakte en mijn eerste achterin. Nee. Yo! Het is geen Tony Hawk Pro Skate, hè? Hey! Ik kom zit in de blij, laatste ronde, niet, denk ik. Dan stuur ik jou ook even een uitnodiging. Ja. Yes. Denk ik, net zoals de vorige keer wel gewoon. Ja. Oef. 1, 2, 3 en 4, die regen constant op dezelfde plek had ik het niet normaal. Nou Karel, je hebt al wat gemist hoor. Ja. Een groot feest. Goeie auto. Als je Paul ziet, gewoon stop maar gewoon, doe maar gewoon. Ja. Kom Paul weg, hoor. Ik kan er gewoon omheen rijden, toch? Nou. Ja, alles boven de 1.24.616 ben je 65 te worden en nog een race spelletje te spelen. Het is geen grasmaaier, hè?
Ja, ik heb inderdaad een uitnodiging van je nodig, Mark. Ja, dat dacht ik al. Ik had het de vorige keer anders ingesteld, maar dan kan iemand, kan iedereen gewoon joinen. Dus ik heb nu invites only gedaan. Tuf, het kan nooit erger worden als dat nu is, dus. Het is wel een grote botsverstijn, Karel, hoor. Oh, daar voel ik me wel in thuis. Sam heeft weer 5 seconden straf, hè? Zoals altijd weer. Hey, maar even iets serieuzere noot. Je ziet dat een groep mensen steeds buiten die grote krijgen en een groep mensen erin. Dus er is een oplossing voor, maar je moet gewoon eventjes erover nadenken wat je in deze bocht doet. Ik heb wel gewoon een 24, dus dat vind ik nog prima. Gaat in ieder geval beter. Ja, precies. Kun je mij een uitnodiging sturen, ja, Mark? We zitten nu naar de event summary te kijken en over 5 seconden dan stuur ik jou en Xavier een uitnodiging. Even kijken. Een andere auto, Mark. Ja? Andere auto? Absoluut. Oké. Dan gaan we weer een klasse hoger. Want dit is nog te langzaam voor jullie. Nou. Ja, jij wil de mini, ik hoor het. Nee. Nou, iets in de trend van ik wil iets van niet opstijgen als een ruimteschip. Iets met 4-wielaandrijving. Oh. Je hebt Mina. Invite players. Even kijken. Xavier en Karel, waar ben je? Daar. Goed, dus hebben jullie een uitnodiging? Ik heb mijn eerste overwinning binnen voor vanavond. Dus, nou, ik zou stoppen. Fijne avond. Ja, op je hoogtepunt moet je stoppen, hè? Ja. Dat zeg ik wel tegen mijn vrouw. Oh, die is al jaren gestopt, toch? Please pick your vehicle. Nou, even kijken. Ja. Oké, maar een auto kan ik kopen. Choose your vehicle. Hoe kunnen jullie een auto kiezen? Jezus. Ik kan niks kiezen. Ik ben ook nog steeds rondjes aan het rijden. Escape, change vehicle. Maar Mark heeft de auto nog niet veranderd, dus daar krijgen we geprompt. Oh, dan wachten we nog even. Ja, dan gaan we zien. Wat ziet er wel leuk uit, Ik pak de Porsche. Ik geef mij een auto. Ik heb mijn auto. Leenauto, ja, ik leen auto wel gewoon. Een rode. Ferrari F430 Challenge. Ja, doe ik de Volvo wel, goed. Ja, is iedereen zover? Ja. Ja, dan ga ik nu starten. Dan heb je nog 18 seconden om met te beuken. Ja, dat hoef ik niet. Al. Ik had het nog niet gezegd, of ik word gewoon met 2 auto's vol erin gegaan. De auto hangt gewoon half in de muur. Thuis komen ook tussen Robert en Daan nog, wat? Ja, Daan die probeerde het en Robert ook. Die ging met een vrouwtje naar een verjaardag en hij zegt, ik weet niet tot hoe lang het duurt. Ik zeg dus inkorten. Hij zou zijn best doen, dus ja. Drink die maar cola minder. Dacht ik. Ik sta weer laatste. Hé, hey, je hebt hem ook gekocht, Chris. Doek! Zie, de andere beste beginnen al zijn gesluiten. Helemaal achteraan gewoon. Die hebben wij een kleurtje. Ja, ik ook, man. Echt kut. Ja, maar je weet toch dat de kleur rood sneller is? Want toch een 1 clash dadelijk. Ik blijf gewoon een minimum van 50 meter achter de auto rijden. Als iedereen nou gewoon zijn best doet om niet te crashen, dan zijn we best een mooie afspraak. Kijk. Ja, ik hou Paul in de gaten. Ja. Daniel, waarom sta je nou weer eerste? Nee, ja, doe dat nou niet! Dat is zo erg, daar krijg ik 12. Weer rijden gewoon van je best. Nu al, op tijd remmen, op tijd remmen. Ja hoor, Sam. Eerlijk waar, wat een lullo. Jongen, wat een badmuts. Hey, Mark en ik zijn alle 2 niet geraakt. Hoe gaat mijn... Oh, ik word hier zo... Ben je nu al klaar mee, man? Wat is dit? Ja, maar een kleine schattige botsing. Mijn auto gaat maakt niet... Wat een badmuts. Dat is ook een slipstein. Dat ding is niet te besturen, jongen. Mr. Kowalski. Wat is dit voor een apparaat, jongen? Ik kan niet rijden. Deze man vertelt nog iets. Je moet eerder remmen. Samen. Dit is 1 slip te stijn. Nog erger als van net.
Dit is echt niet best, inderdaad. Wie heeft er al zijn hele losse bumper daar? Een flesje denkt dat het een grasmaaier is. 8 rondjes. Ja, maar dit is maar een heel klein rondje. Ah, ja. Ja, we zitten al ronde 2. Jeetje, Nina. Chase down the back. Een rondje is 51 seconden, dus in zeg maar 7,5 minuut zijn we er klaar. Voor mij is het een minuut hoor, maar. Ze weten bij Ferrari wel hoe ze een goede motor erin moeten zetten, maar remmen. Dat spul wel langs de baan ligt, daar moet ik niet doorheen rijden. Oh, dat is heel langzaam. Je hebt er wel punten. Ja hoor, krijg ik de penalty omdat dat Palme in de hekken beukt. Ja, dat tyfus, hé. Ja, dit doet hij altijd. Dat is niet normaal. Echt eerlijk waar. Als iemand naast je zit, dan ga je toch niet naar links sturen? Tuurlijk wel, tegensturen. Wat power is dat jochie dit toen niet een klein kind was, alle chocoladekoekjes op had en dan blamen op iedereen, maar wel van zichzelf. Zijn kleine zusje en zo. Dat soort gozer is. Maar daarmee heb ik Paul ook meegenomen om je een beetje af te leiden. Dan kan ik gewoon eerst rijden. Kun je mooi doorrijden. Ja, ik merk het. gewoon een 49 seconden jongen, lap. Top. Ik ga fles wel even beuken. Oh, nou dat heb ik niet gegeven. Hey, rustig aan. Hoppakee, onderkut. Drie man ingehaald. Ik was zo verbaasd dat ik gewoon onder 50 seconden had. Ik dacht van, oh shit. Ah, dat is al netjes. Ja. Maar daarna ging ik gelijk weer de gras in. Ja. Eerlijk probeer even een 46-2 te rijden, kom op, je kunt het. Ik een 46? Jawel, dat ken jij. Okay, nou, juist het moment remmen. Het zijn maar 3 bochtjes. Heel makkelijk circuit. Oh, ja, dat gaat nogal makkelijk. Hoe kun jij nou die bochten gaan, voor die bochten drie keer van de baan afrijden en even nog voor mij rijden? Oké, volgende lap speciaal voor jou, Mark, 46. 46-0. Oh, ja, als je de baan probeert, dan rijd je toch te laat. Moet je gewoon iets eerder rijden. Nee, maar ik let er niet op. Ik was zo verbaasd dat ik gewoon een goede lap had. Oké, Sam. Krimpbak. Om iedereen nog voorbij. Oh god, nee, Paul! Gun me, please! Hé, hey, ga eens aan de kant op. Kijk hier! Hallo! Wie reed er voor jou, Koen? Nee! De baas. Oh, ik ben zo bang voor Paul, ik ga hem afwijken hier. Dan ben ik toch benieuwd wie de baas is, Koen. Noximilian. Oh, kijk, dat is de grote man. Die heeft al een status opgebouwd in al die tijd. Ja, beukstatus. Ja. Je hebt de grootste bek, dus... Van een vastgoed op. Ja hoor! Oh, dat kan hij niet krijgen. Aan de kant, Evert. Oh, daar krijg ik waarschijnlijk een penalty voor. Sorry jongens, ik was even op visite in de grindbak. Godver, zeg maar aan de kant. Ja, hallo! Luister dan ook eens, hè. Ja. Je moet er wel om racen. Zo, flesje, ga je nog een beetje rijden of hoe zit het? Ja, we gaan mensen leppen denk ik dadelijk. Maar kijk maar uit. Zeker jongen. Niet. Oh, mijn god. Ik kom maar niet langs aan. Even foutjes maken. Hoe ver rijdt die? Ik heb wel weer een oksel aan het zweten. Hoe dan? Zie jij die? Kom op! In de grind. Nee, 47! Ik heb 45-7. 45-3 heb ik. Tjo! Godsamme, stelletje oude wijven voor mijn neus. Daan! Je remt vrij snel, Koen. Oh. Hè? Je remde vrij snel. Ja jongen, die auto. Doe jij nou, echt hè? Moet goed remmen. Ja, remmen? Ja. Maar je moet remmen. Hoe dan? Ja. Echt hoor. Ah shit. Ik ga er niet om terugkijken. Ja, doe het maar. Hé hey, jongen, wat doe jij nou? Ja, jullie remmen veel te snel. Ja jongen, jij gebruikt mij gewoon als safety net. Dat is veel anders. Oh jongens, Brabant heeft onderling al ruzie. Nou, dat wordt wat. Nou. Oh, ik zweer het je. Onze helden. Al veel eerder dat kut met die kruid. Ja, ja. Hier, zo dan. Alsjeblieft. Dag. Ik zie daar achter me zo van alles gebeuren. Ik weet niet of Noxie gemute is of zo, maar ik had verwacht dat hij net boos op me zou worden. Hij is geconcentreerd. Ja, hij gaat jou pakken, jongen. Last lap.
24,9. Alsof hij op ethanol reed of zo. Ik heb al 380 K45. Maar dat scheelt, ik weet waar Sam woont, ik weet waar zijn kamer is. En ik weet waar zijn weekendtas staat als hij naar zijn vrouwtje gaat. Maar ik hoor iets heel engs, ik hoorde iemand 44 dus zeggen. Ik ga nu hondenluiers opsparen. En klopt, die ga ik een week laten liggen en die ga ik eruit lepelen en die ga ik dan in zijn tas smeren. Sorry, Koen. Ja, oh, is goed, jongen. Ik had prachtig weer dat snel lopen. Lekker, even had je echt 44, ja? 44,9, ja. Jezus. En dan netjes. In de trein komt hij erachter. Beste jongen. Ja, ik heb 45 gekregen, dus Karel, ook al haal ik jou in, Koen, dan hij toch geen 10 penalty. Hoe ik ook een kleintje. Want ik moest jou net even afsnijden daar bij de groene stukje, anders dan... Hey Philly, je hebt niet de laatste tijd, jongen. Sneller dan Xavier. Hey, let's go! Oh, dat is echt lachen dit, man. Oh, hey, we zijn wel Team Brabant, hè? We moeten samenwerken. Hè? Hey, nee, ik ben sneller! Hey, rot op, man! Ja, ik probeer jou niet te raken, jongen. Dat is alles wat ik kan beloven. Zelfs Paul sneller. En dan loopt hij te klagen op Paul, hè? Ik zou zeggen, alles 45 of hoger is een homo. Ik ben al blij dat ik niet 10 seconden achter de laatste plek sta. Ja. Zodra het op een milliseconde afkomt... Dan Mox, die ga ik ook boven mijn bed hangen. Ook gewoon op echt 500ste, god. Nee, kun je mij een nieuwe uitnodiging sturen, Mark? Ja, doe ik. Ben je eruit geklapt? Grid stopped working. Ja, dat had Xavier net ook al 3 keer, dus het ligt niet aan Xavier. Dat zit er toch in het spel waarschijnlijk. Nou, heb ik nog nooit gehad. Nee, ze hebben allebei zo'n Chinese telegram, hè? Juist, een Medion. Medion. Hoe bevalt deze auto? Is die goed of wat anders? Ja, nee, liever iets anders. Ja. Het liefst wel lekker doorracen, wat snelste is, maar ik vind de auto de snelheid wel was kut. Goed, maar het was net een dweil. Ja, je moet een auto hebben waarbij mensen die slecht rijden ook nog redelijk op mee op weg kunnen. Ja, hey, dat is gewoon prima hoor, ik weet niet. Je moet ze nog uitvinden. Het is beter dat je morgen in je zakelijke auto, joh, waar je helemaal niks mee kan. Of iets? Je moet even de auto selecteren voor de jongens waarvoor wij subsidie krijgen, ja? Oh, Kanta, Kanta. De Fiat Multipla, die bedoel jij? Ja, dat is ook leuk, ja. Wel, nou, mooi van het uitzicht. Holy shit, waar gaan we nou doen? Voor de heren. Oei, oei, oei. Niet bang. Pak de McLaren. Wie zat er nou? Karel, jij zat er nog niet in? Ja, ik heb geprobeerd op de oude uitnodiging weer kijken wat hij doet. Oké, Xavier, jij zit er nog in? Ja. Oké. Okay. Even kijken, als het goed is moeten we met 11 zijn, toch? Klopt dat? Nee, met 10. Ja, ik ben nog aan het connect. Karel, dus nog erbij, 11. Er was laatst wel een artikel waarbij een of andere modder een Fiat Multipla helemaal met een dikke vette motor erin, helemaal uitgebouwd en helemaal gestart. Ja, zo'n V8 of zo, ja. Ik heb een nieuwe invite nodig, Mark. Oh ja, heb je al gedaan. Kijken. Waar was dat dan? Op tv? Of nee, op YouTube of zo. Huh? Ja, we zijn er. Zo'n lelijke bak, auto Multipla. Is er. Oh, ik mag niet meer kiezen. Ja, er stond maar één auto, dus gooi hem maar aan. Ja, oké, dan gaan we. Die Jedi. Ja, de Jedi. Het is een leuk autootje, ja. Hij plakt heel erg lekker op de weg. Ja, dus ligt bochten dat weg, je denkt van snel. Hier moet ik remmen, die kun je wel eigenlijk bijna plank gas nemen. Ja, zeg dat nou niet. Ja, maar dat denkt de helft sowieso op een andere auto ook al. Moet remmen. Oh, ik ook, ja. Oh, ik zie nu al één bocht waar ik nooit van mijn leven doorheen ga komen. Ik ook niet. Ik ook niet. Oh ja. Hey, En Philly derde! Binnen de eerste ronde weer eerste, Chris. Kom. Ja. Ja. Let's fucking go. Die grid-posities, zijn die random? Ja, die zijn random. Dat heb ik expres gedaan, want ik had het... Vorige keer startte ik elke keer als eerste. Ja, dan als ik dan server ben, dan vinden ze het een beetje verdacht natuurlijk. Nee, dat is gewoon... Ja, ik denk anders kan ik winnen. Dat is sowieso verdacht.
Ja, gewoon kart uit het je. Maar voor volgende week nog meer mensen regelen of vinden jullie het zo genoeg? 16, hè? Kan erin. Tot 16. Ja, dan kunnen er nog 5 bij als het. Dus als die andere 2 ook nog komen, dan zijn we met 13. Dus kunnen er nog 3 bij dan. In laten kopen. 5 plaatsen beschikbaar. Ja. Oh, wat is dit? Wie duurt er zo lang? Ja, dus dat, maar, volgens mij is, dat gewoon... is die medium. Volgens mij is dat gewoon het spel, hoor. Ja. Ik zie al gelijk wie allemaal vol gas geeft, hè? De rook komt er vanaf. Oh. Maar zo, hé. Lekker. Kijk, dit noem je nou een auto, hè? Oh, wow, lekker, hoor. Dat was een bordetje, sorry. Kijk, deze heeft ook nog eens tenminste wat grip. Ja. Je kan je iets. Sam! Oh, Sam. Oh, wat een onbeloofd. Ik zag je uit zo'n Mark, jongen. Graag gedaan, Philly. Ik hou ook van jou. Foutje, kut. Ik rij nog vlak achter je, dus die krijg je nog een mooie hard terug. Lekker in de puppet! Nee! Eerlijk waar, ik heb die mensen voor me die kunnen rijden. Shadow. Wat is er? Ja, je slingert hier de bocht door en ik wil je net inhalen. Ja, dat moet je niet doen, hè? Ja, maar jij hebt samen met Sam de hele baan nodig of zo. Ja, als je er langs heeft gebracht of zo, Sam. Goed gedaan, ja, jongen. We slaan er nog op, joh. Op die beukel van jou na gaat het hartstikke goed. Weet dat spel waar ze zo'n ding over het ijs laten glijden, dat je zo'n koetsen van tevoren. Ja, volgens mij speelt al oké. Kleine fout. Wie gaat er even sturen? Voor, dacht ik echt een bocht naar rechts, maar iemand reed vol rechtdoor. Ja, die pakte ik remde te laat, Karel. Dus ik gleed een beetje door. Nou, op naar Markburg. De laat zijn weer naartoe. Het zaad is reeds naar binnen toe. Oh, heerlijk. Oh, god, Hachi achter me. Nou, dan weet je het wel weer. In de lucht kan je niet remmen, broers. Dan moeten we op de weg doen. God, aan de hier. Vrij brede baan, maar je mag er gewoon langs, hoor. Dat is geen enkel probleem. Je hoeft niet te beuken, hè? Goddom op de rechte stuk. Jezus. Ik zat Karel, weer in ga je de dan? Pak over, wat gaan we doen? Ja, ik probeer hem. Ik kom langzaam dichterbij. Oh god, 3 laps. Shit. Ah, tenminste, succes met Balpal. Maar ik weet niet wat zo zie je. Rijdt gewoon een kamikaze-actie van iemand gaat dat. Nee, ik rijd gewoon 5e. Je rijdt voor, zelfs 5e, nou kijk. Ja, ook die beuk van jou na, zei ik. Aan iedereen dadelijk gewend is aan deze auto, moeten we even hechten. Oh god, nou never mind, ik rijd naast Paul! Wat neem je die bochtencombinatie goed, zeg. Stop. Ja, Paul, die doet aan curling. Dat is zeker te merken. Verdomme Paul. Ik ga mijn stembanden verliezen over Paul, jongen. Al de andere kant, Paul! Heel rustig zit hij gewoon te racen. Ah, mooi. Maar wat fijn autootje dit, hè? Ja, lekker, ja. Een goede wagen, als je dood wil. Oh, te vroeg ingestuurd. Shit, domme fout. Pff, klapte bijna tegen Job, hoor, Karel. Ja, ik maakte echt een dikke fout. God, van nou is die weg. Weer te laat, Mark. Ja, ja. Te laat. Je ziet die lijn toch? Ja. Nou, jeetje, nou zijn we nog kwijt, denk ik. Ja, nou is die weg. Ja, goed, hij kan nog een foutje maken. We moeten zo kijken. Nox kennen, dan maak je geen foutjes. Nee, daar ben ik ook een beetje bang voor. Oh. Ik zit in je poepetje, joh, hè? Ja, lekker dan. Oh nee! Lekker een beetje. De zenuwen, dit komt er hard aan. Kun je niet met de baas? Ja. Dan ging jij ook niet helemaal goed. Ja, zeg maar. Ik ging de muur en ik maakte een fout. Dan mag jij het proberen, Mark. Ja. Maar ik ben nog zo kwijt, ik zie iemand ja, niet. Ja, hij is weg. Dag. Finley. Sim, what the fuck. Holy shit, wat doe ik nou? Dit is Mario Kart, daar ben ik goed in.
Wie zat er in die paarse auto net achter mij? Yes. Kan er maar één zijn. De beukert. Was dat overleefbaar voor jou, die bocht? Nou, dat ging net. Maakte? Ging net goed. Ah. Als het een roze of paarse auto is, weet je wel wie het is. Ja. De only true game. Volgens mij heeft Paul ook paars, toch? Nee hoor. Oh. Dat ik die ranzige eenhoorn shit. Ja, als onderbroek. Ja. Hey, ik zie Noxie weer. Jeetje. Maar ja, goed, het is de laatste ronde, dus... Ja, de ronde. Of hij moet een hele dikke fout maken. Ik hoor je niet, schat. Ja, die kan ook niet rijden, hè? Dat was ik. Javier, wat ging er bij de start verkeerd? Ja, ik werd gebeukt door Shadow. Oh ja, standaard, hè? Ja, of andersom. Shadow Moon. Nee, je reed vol tegen mij op. Nou, kijk maar even terug dan. Hoe moest die respawnen? Moest die respawnen, man? Niet meer remmen. Elke bocht vlieg ik eruit. Ja, ik ook, ja. Ah, oh, hij zegt een eind weg, man, Nox. Ja. Wordt ook nog gezwaffeld. Hey, Paul. Bezig, Nox. Ja, netjes. Ja, lekker jongens! Jongen! Lekker Nox. Echt perfect. Heerlijk. Ja, echt heel goed. 1-3. Sam, flikker op! Jezus. Wat een klootzak ben jij ook, zeg? Onvertelbaar. Oh, netjes Mark, 54-5. Dan zit je maar twee keer dwars, echt. Ja, je wordt echt grote vrienden, Shadow. Ja, dat is een lul eerste klas, echt. Onvoorstelbaar. Dit is ook iemand op de wereld heb gezet. Ik heb niet gezegd dat het mijn zoon was. Nee, hè? Precies. Godsamme. Hey, ik ben heel even pleiten. Ja, ik ook. Nou. Ik wacht wat het Sam eruit is, dan doe ik wel weer mee. Oh.